Zo, ik zit hier lekker buitenverblijf De Wijten, waar ik regelmatig workshops geef. En zo gisteravond gaf ik voor Society for Organizational Learning, SOL, gaf ik daar een workshop over organisatieopstellingen. Hartstikke mooie workshop. Maar vanochtend kwam ik erachter dat ik twee bakjes was vergeten. Ja, het is een beetje heel klein dingetje natuurlijk, dat ik twee bakjes was vergeten. En die moest ik dus hier weer gaan ophalen. Ja, shit, moet ik er weer heen gaan rijden? Wanneer doe ik dat? Druk, ingewikkeld, moeilijk. Ja, en toen keek ik naar buiten en dacht ik, wow, weet je, het is helemaal niet moeilijk. Ik pak gewoon de fiets en ik fiets lekker naar Eefde. Dat is voor mij een dik half uur, drie kwartier fietsen door de bossen. Echt prachtig, prachtig. Dus in eerste instantie lijkt zoiets echt iets negatiefs. Hè? Je bent iets vergeten, je moet weer op gaan halen, kost allemaal tijd. Maar ja, als je dan echt gewoon kijkt dan wat het dan oplevert, is het gewoon dat je op zo'n heerlijke dag als vandaag, nou, je ziet het, maar ik zit hier heerlijk in het zonnetje, dat je dan gewoon lekker naar buiten kan en dat je lekker kan gaan fietsen. Nou, had ik ook de tijd. Dus ik had vanochtend een mooi coachgesprek met een bedrijfsopstelling, die uiteindelijk toch een familieopstelling werd. Ja, en daarna had ik alle tijd. En vanavond ga ik weer een workshop geven, dus het past ook eigenlijk precies. Nou, er komt er wel nog een stemmetje, hè, dat zegt van ja, maar ja, het is je werkdag en kan je dan wel lekker gaan fietsen. En nou, moet je niet allemaal productief zijn. Maar goed, inmiddels heb ik dat wel geleerd van... Ja, productiviteit, wat is dat? Als je gewoon met de stroom meegaat en dingen doet waar je blij van wordt, maar ja, op een bepaald moment natuurlijk ook gewoon jezelf een schop onder je kont geeft, maar dan dat kan aanvoelen wanneer dat nodig is, ja, dan komt toch alles wel klaar wat er klaar moet komen. En vandaar dat ik hier lekker in Eefde zit en zo meteen weer naar huis ga fietsen. Nou, ik ben benieuwd of jij ook dingen los kunt laten en of je van zogenaamd negatieve dingen iets positiefs kunt maken. Dus je mag het achterlaten in een berichtje.